Vanoggend, toe ek ongeamuseerd in die verkeer vaszit, met Rachmaninoff wat in die kar speel in een hoopvolle poging om te kalmeer, sien ek die ou. Hy het op en af gestap langs die rye karre by een moeilike kruising, gebedel. Hy het een vuil broek en hemp aangehad, vuil maar duur, wat seker my aandag getrek het. Hy het vaagweg bekend gelyk, maar kon hom nie plaas nie. Die son het hom al stikkend gebrand en hy was maar en traag. Dit het nie gelyk of het so goed gaan met die gebedel nie. Een reeks beelde het soos een voorprint van een actiefilm door my kop geflits en toe herken ek hom. Hy is die man wat een huis in sy neus kon inpas. Ek het beland by een luxe partijkie in een ou gegoede deel van Johannesburg. Daar was goeie drank, smakelike versnaperinge en een DJ wat Captain Beefheart speel. Ek is aan die gasheer in gade voorgestel. Ons het hoflike gesprek aan die gang gekry en na een minuut of wat het hy skielik gesê, stap gauw saam. Ons het in een lang breë gang afgeloop, tot in een hout en leer studeerkamer met een hoë plafon en loodglasvensters. Gasheer het achter die paar vierkante meter hout van die lessenaar gaan staan. Ek het hom bedank vir die lekker partijkie. Dis my swanesang, het hy gesê. Morgenoggend lê hulle beslag op die huis. Ek het gewonder wie nou sou beslag lê. Die baljie, die bendes, die regering. Hy het gauw geantwoord. My maaikies in die kokaïne handel. Ek skuld hulle meer as wat die huis werd is. Hy het wrangerig gelag en een sluk van sy whisky gevat. Toe trek hy die boonste laai van die lessenaar oop en haal een CD uit. Boop was een hoopie poeier, een vervalde kredietkaart en een opgerolde 100 randnoot. Hy het op die lessenaar neergesit en gevra of ek een lijn wil hê. Ek het my kop geskud. Hy het afgekyk, vinnig die poeier gekap en gemanipuleer, die 100 rand nooit stuiver opgerol en die lijn liggies opgesnuif. Hy het gelag en gesê, as jy so daarna kyk, kan ek nog wel een goeie toerkie doen. Ek kan een huis in my neus inpas. En ek het een bykie verder gekruip tot reg langs die man wat die huis in sy neus kon inpas en die kar se venster laat sak. Ek het geknik. Hy het geknik en geglimlag. Weet jy wat maak my regtig die moerin? Het hy gevra. Wat? Ek sal nooit die fucking huis uit my neus uitkry nie.